Hallo en welkom bij onze allereerste vlog. Wij zijn Chloe en Jo van de mobiele cocktail Bar Barou. En wij gaan deze zomer een pop-up zomerbar open doen aan de Sasviertoren in Dessel. En wij nemen jou heel graag mee in het avontuur. Dus, Jo, wat staat er deze week op de planning? Deze week starten de bouwwerken op de grond. Dus daar gaat heel veel gebeuren. Ik denk dat we daar deze week heel veel aanwezig gaan zijn. Ja. Met de camera dan weliswaar. Ja, om ook wel eens een rondleiding te geven en zo hoe dat er nu uitziet. Dan kun je binnen ik sta altijd kijken van amai, er is echt veel gebeurd. Ik denk dat dat wel een toffe gaat zijn om daar te filmen. Ja. Dan staat er nog iets heel leuk op planning. We gaan een film maken, hoe heet dat weer? Een hype video. Ja, ja. Voilà, met groeispurters. Ja. Dat staat op de planning. Dan nog wat meetings met potentiële leveranciers voor de zomerbar. Ja. En dan voor de rest computerwerk en standaard werk dat we elke week doen. Ik denk dat zo wat de planning is voor deze week. Ja, dat is de planning voor deze week. Vooral ga ik het toch wel rond de locatie draaien, want daar gaat heel veel gebeuren deze week. En volgende week ook nog wel. Want daar heeft wel wat tijd nodig natuurlijk. Ja, inderdaad. Oké, dan, het is onze eerste vlog, dus laat zeker weten wat je ervan vindt. Wij steken heel veel werk uit, dus het zou heel fijn zijn als je abonneert op ons kanaal. Abonneren, delen, alles wat je maar zegt. Zeggen ze dat? Nog één opmerking. Ja, je ziet het nu niet goed, maar je gaat ons regelmatig zien met deze oortjes. Die oortjes, dat is eigenlijk gewoon voor een beter geluid. Daar zit ingebouwde micro, want als wij zo buiten gaan filmen, dan hebben we vaak heel veel ruis en zo. Dus dat proberen we op te lossen met die oortjes. Ja, maar... laat ook zeker weten, als dat goed is of niet, als je zegt van nee, maar het geluid is echt niet goed, laat ons dat weten, want wij hebben geen ervaring in vloggen. Maar we kunnen natuurlijk niet beloven dat we die oortjes altijd in hebben. Hè? Nee, we gaan dat proberen. Dus soms gaan we niet, we gaan alles zo spontaan mogelijk proberen doen. Dus als we denken van, dat kan hier gefilmd worden, dan heb je gsm boven. Ja. Dus soms hebben we die in, soms zullen we die misschien niet in hebben. Dus maar het is maar weten dat je weet waarom dat we die in zouden hebben. Oké, voilà. Dus, ik denk dat we alles hebben gezegd wat we moesten zeggen. Dan wensen wij jou nog heel veel kijkplezier. En laat zeker weten wat je ervan vindt. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is woensdagochtend, 8 uur. Wij hebben dit weekend het nieuws bekendgemaakt van de zomerbar en zot veel reacties gekregen. Dat was echt heel leuk. Ja, dat was wel echt heel leuk. Ja, dat was echt fantastisch. We hebben op Facebook al 500 volgers, denk ik. Instagram 52 of zo. Dus echt super leuk dat jullie allemaal zo enthousiast zijn. Super veel aanvragen ook al gekregen. Ook al veel aanvragen met jullie. Ja, dus, maar daar komt binnenkort allemaal nog meer informatie over. Maar wat gaan we vandaag doen? Het is dus woensdag. Wij hebben zometeen een opname met groeispurters voor een soort van promovideo voor onze cocktails voor Barou en Barsas. Dus daar gaan we deze ochtend mee bezig zijn, deze voormiddag. In de namiddag gaan we nog eens langs de locatie, zodat ik daar wat filmpjes kan opnemen ook. En gaan we nog eens bekijken hoe dat het staat met de werken, want er moest nog veel afgebroken worden. Maar ik zeg, het gaat straks allemaal zelf tonen, dan wordt het al veel duidelijker. Dat is dus onze planning vandaag. Wij staan hier aan de locatie van onze pop-up zomerbar, hier aan het huisje met de tekst. En daar is de Sasviertoren. We gaan nu eens een rondleiding geven op de grond. Een korte rondleiding geven en wat wij van plan zijn. Dus volg maar mee. Voilà, hier zijn we aan het huisje. Daar is de Sasviertoren met een gedichtje op. Hier is de inkom. We hebben daar dan nog een stuk grond. Interessant dat wordt. We komen zo binnen. Daar staat nu nog een garage. Die wordt morgen afgebroken. Hier links aan de inkom komen waarschijnlijk toiletten. Hier naast
soort, ja, soort van cozy corner met zo strandstootjes. Dan hebben we van achter is momenteel dit het beeld. Dat wordt ook nog afgebroken. Ja, dit stuk, het wordt dus eigenlijk zo. Dat gaat er nog af. Ja. En dan komt hier... Hier komen de mobiele wagen en ja, de togen. Dus, dat is de place to be voor de lekkere cocktails. Hier hebben we dus de garage, die gaat weg. Dit wordt allemaal tuin. Dit is allemaal zitplaats. Hier vanachter willen we misschien een soort van tribune maken. Voilà. Dat klinkt heel raar, hè? Tribune. Ja, tribune, zo met trapjes, hoe moet ik dat beschrijven? Oké, voilà. Nu staan we helemaal vanachter in de tuin. Hier zit het huisje. Dus daar komen de togen. Daar hebben we dan de strandstoeltjes. Hier in het midden tafels. Hier ook nog stoelen of ja, zo'n zitjes. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Maar alles gaat buiten te doen zijn. Hè? Dus het, ja, huisje alles, is gewoon ja, het huisje wordt puur als gebruikt als opslag. Dus voor het huisje komen elke togen, waardoor je het huisje eigenlijk ook niet gaat zien. Hè? Nee, en we gaan ook met lichtjes en al nog. Nu ziet dat er allemaal heel rommelig uit, maar dat gaat natuurlijk zo niet zijn. Hè? Dan hebben we hier nog een stukje naast het huis. Ik schat dat was zo'n 6 meter breed, denk ik. En hier gaan we een soort van family corner maken. Met hier lounge zitjes. Dus comfy. Waar je ook eventueel een ijsje kunt zitten. Ja, ijsje eten. En hier komen nog tafels. En dan, als we doorlopen, komen we tot bij de speeltuin. Ja, een heel belangrijk onderdeel. Voor de kindjes. Voor de kindjes. Hier komt dus een omheining met poortjes die wel zeker dicht kan, dat ze kinderen niet op straat kunnen. En daar is dus een grote speeltuin. Nu staat daar dus nog een Dixie, maar eens dat wij hier toiletten hebben, gaat die weg. En daar is een grote parking. Daar kunnen we een auto weg. Daar kun je nu auto's parkeren. Voilà. Daar is de toren. Speeltuin. Dit is dan de andere kant van het huis. Dus zoals je ziet is er nog heel veel werk aan de winkel. Maar dat komt helemaal in orde. Ja, dat gaat hier echt de place to be worden. Hè. Dat, is, ja. Dat wordt hier echt een supergezellig zomerbaan. Morgen gaat er al heel veel weg zijn. Dus dan hebben we ook al een beter zicht van de ruimte en hoe we alles gaan indelen en zo. Dan komt er een nieuwe omheining, een nieuw gras wordt er ook gezaaid nog. Het wordt gewoon supergezellig. Ja, ja, daar gaan we voor zorgen. Daar is geen twijfel over mogelijk. Ja. Dus voilà. Zeker langskomen. Hè. Maar nu heb je dus de grond al eens gezien. Heb je al een idee van de ruimte en hoe het gaat zijn? Ja, zo op video is dat nog moeilijk om in te schatten, denk ik. Hè. Maar het is wel een serieuze ruimte toch. Hè. Ja, we schatten... Het is in totaal een 700 vierkante meter. Ja, we schatten dat we zo'n 100... Pakt 80, 90 man. Ja, ietsje meer wel. Hè. Ja. Het is moeilijk inschatten omdat we nu nog niet... De volledige indeling hebben we nog niet. Nee, voilà. Maar daar zijn we wel volop mee bezig. Ja, we zijn ermee bezig. Dus, komt helemaal goed. Komt goed. Het is ondertussen vrijdag. Gisteren, dus donderdag, hebben we eigenlijk niks meer voor de zomerberg gedaan. Want Jo had vroeger op zijn vaste job. En ik werk nog als freelancer. Dus ik had daar wat werk voor. En we hadden nog een meeting. Wat staat er vandaag op het programma? Ik ga wat content maken en inplannen zodat ik daar niet meer aan moet denken voor zowel Paru als Barces. Dan hebben we ook vandaag nog een meeting. Ik moet nog een aantal dingen voor Paru zelf afwerken. En ik denk dat we straks ook terug naar de locatie gaan, want normaal is nu de garage en deels van de achterbouw ook afgebroken. Dus ik denk dat we daar ook nog eens gaan langs gaan en dan zal de dag al bijna om zijn, denk ik. Voilà, we zijn terug. Het is vrijdag ondertussen en ze hebben de eerste afbraak gedaan, dus ik ga het eens laten zien. Je was er ook bij. Oké, dus. Waar zijn hier die lekkere cocktails? Die zijn er nog niet. Hier kwam toiletten, strandstoeltjes, cozy beach corner, hoe moet ik het noemen. Dan hadden we hier eerst nog de garage, die is dus al helemaal weg zoals je ziet, alleen nog opgeruimd worden. En dan hier de bijbouw is dus ook al weg, alleen liggen de restanten er nog. Nu zie je dus al dat hier gewoon één lijn wordt. En dan wordt daar hier, komen de togen. Hè? Ja, hier komen de togen met onze truck daarnaast. Dus één toog voor biertappen en frisdranken en zo. En daarnaast onze truck. Ja, onze truck, daar bedoelt Chloe mee, onze mobiele cocktailtruck. Ja, oh ja, dat is waar. Want iedereen weet misschien wat dat is. Hè. Ja, die zullen we ook wel eens laten zien. Onze foodtruck die dat eigenlijk omgebouwd is tot cocktailtruck. Die gaan we hier waarschijnlijk binnenkort, als de grond helemaal gemaakt is, al zetten. Zodat je die al kunt zien en dat iedereen weet dat wij hier komen deze zomer.
Dus voilà, dit is de update. Nu ligt nog redelijk vol rommel, maar eens dat dat weg is, gaan we echt een heel goed beeld krijgen van de ruimte. Ja, wanneer zijn we hier nu komen filmen? Woensdag. Ja. Woensdag stond dat er dus nog en nu is het al volledig weg, dus het gaat hier wel redelijk vlot. Dus, ze verzinnen niet, die mannen. Nee. Ik sta hier aan het 6-4, zoals je ziet. En ik wou toch eens even de locatie laten zien, want dat is echt magnifiek. Kijk, ik ga de camera even draaien. Ziet dat af. Je kunt hier dus echt fietsen, wandelen, als maar wat je maar wilt. Ik ga net naar daar wandelen. En hier is 6-4. Hier is de vaart. En dat huisje is onze zomerbar. Dus beter kunnen we echt niet zitten. Als je nu een prachtige zonsondergang zet, voilà. Toch fantastisch. Hier is ook de parking. En dan de ingang van de speeltuin. Fietsen, rekken. Dit weekend eigenlijk niet veel voor de zomerbar gedaan, want Jo had weekend dat je moest heel het weekend werken op zijn vaste job. En ik heb afgesproken met mijn vriendin en een paar huishoudelijke taken ingehaald, want dat moet uiteraard ook nog gebeuren. Maar nu zijn we wel onderweg naar een meeting, een heel toffe meeting, waar ik ook leuk beeldmateriaal ga kunnen maken. Ik ga nog even geheim houden. Nee, ik ga het nog even geheim houden, dus dat zult u wel zien dan. Want het gaat waarschijnlijk in dezelfde vlog wel zitten. En we gaan eens de mogelijkheden bespreken voor in onze zomerbar, uiteraard. Maar ik ga jullie gewoon meenemen, dus tot ziens. Goedenavond, we zijn net terug van de meeting. En we hebben misschien iets minder leuk nieuws voor u, want we gaan u nog een week langer in spanning houden. We gaan nog niet vertellen waar we geweest zijn. Gaan we dat niet vertellen? Nee, we gaan dat nog niet vertellen. Allee. Ik hou die zo echt in spanning houden. Ja, nog een extra weekje, dan komen ze zeker al terug van de week. Ah, dat is een tactiek en zo hier. Ja, ja, maar ik wou ook, we hebben aan deze vlog vooral gefocust op de locatie. Ah, ja. Dus laat zeker weten wat je van de locatie vindt. Kent je er al? Bent je er al eens gaan wandelen of gaan fietsen misschien? Moet wel door de rommel kunnen doorkijken natuurlijk in de locatie. Ja, we gaan nu natuurlijk wel updates geven. We gaan minstens één keer per week gaan we langs op de locatie. Maar laat alvast weten wat je van de vlog vond, wat je van de locatie vindt. En dan gaan we volgende keer verder in op hetgeen waar we dus vandaag mee bezig zijn geweest. Het is allemaal nog een beetje mysterieus, maar het gaat heel snel duidelijk worden. Want ik wil daar nog wat extra video's en zo van maken. Misschien een kleine tip, een hele mini tip. Maar zie dat hem niet te veel verklapt, nee, hè? Nee, niet te veel. We hebben er staaltjes of proevertjes van meegenomen. En het is niet om te drinken. Nee. Dat is een tip. Dat is een tip. Laat weten wat je denkt dat is, wat je ervan vond. Of wat je zou willen, dat is. Ja, dat kan ook. En dan gaan wij nu de eerste vlog afsluiten. En ik hoop dat je het heel leuk vond. Wij vinden het al sinds wel plezant om te doen. Zo wat. Het is wel wat... Zo onwennig. Allee, zo, ja. Allee, niet onwennig, maar zo, ja, je zit hier zo tegen uw eigen te praten. Ja, en je mocht ook nog niet naar uw eigen kijken, want anders komt de camera. Ik moet hier de hele tijd in de camera kijken. Dus, ja, maar hoe vaker dat we dat doen, hoe beter dat gaat worden. Ja, hè? Maar alle vormen van feedback zijn welkom. Dat is ja, wel en leuk. Zeker ook hartjes en delen. En gewoon dat is allemaal we weten dat het geapprecieerd wordt of niet. Of, allee, dat mag ook, hè, als het niet geapprecieerd wordt. Ik hoop van wel, natuurlijk. Ja. Moeten wij nu zo afsluiten met zo een vast... Is dat zo niet altijd met zo van die vlogs? Oei. Ik kijk dat eigenlijk nooit, denk. Ja, maar is dat niet zo... Zoals een podcast, dat je zo met hetzelfde begint en afsluit? Oei, dat is moeilijk. Daar moeten we tegen de volgende keer zo van aan denken, dat weet ik nu niet. Nu zo los uit de pols, gaat dat niet? Ja, doe zo, maar. Go for it. Zoiets van... shit man, ik dacht dat jij dat zoiets wel nee, ging weten. Sorry. Jij kijkt zo toch van die nee. Dingen? Nee. Iets van dag vloggertjes, tot de volgende vlog. Nee. Oké, daar gaan we nog over nadenken. Daar denk ik over na. Je zult het volgende keer wel zien. Oké, tot... Of een corona-dingen geven, zo. Ja,
we gaan het hierbij laten. Oké, okay, ik regel het nog wel tegen de volgende keer. Fixed it, man. Ja. Dat is uw ding hier, hè. Oké, goed, merci om te kijken en tot volgende week. Salut!